doet er niet toe. Hoe heet ze? Het gebeurde gewoon. Het stelde echt helemaal niks voor. Dat heb ik geloof ik ergens eerder gehoord. Oh ja. Toen jij met dat meisje stond praten. Ze is nu dus al gepromoveerd tot zoenobject. Je begrijpt echt helemaal niks. Ik begrijp het allemaal heel goed. Ik ga niet ver genoeg, dus ga jij weer lopen zoenen met een ander. Zo is het toch? Ja, inderdaad. Als je het dan per se wil horen. Nee, ik ben niet van ijs. Oh, en ik wel. De hele tijd zeg je dat ik niks hoef te forceren, dat je best kunt wachten en ondertussen... Het had inderdaad niet mogen gebeuren, maar dat is gebeurd. Dat betekent wel iets. Ah, Jezus. George. Hi. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Heb je even? Ik heb iets voor je. Nee, eigenlijk wilde ik gaan. Het is heel leuk. Het is voor de kinderen. Eens kom, oké? George. Sorry, ik heb er geen zin in. Waar niet in? Dat jij ermee gaat bemoeien, dat Milo het niet zo bedoelde. Dat we moeten gaan praten, sorry, maar ik heb er geen zin in. Nou, ik wilde eigenlijk alleen even weten hoe het met Lucas was. Maar ik begrijp nu meteen de rode kop van Milan boven. Het gaat niet helemaal goed, dus. Dat schat je niks aan. En met Lucas, alles goed. Oké, okay, dat is fijn. Okay. Sterkte. Nou, ik heb hier vanmiddag met Janine en de kinderen afgesproken, dus je hoeft Lucas niet op te halen. Oké. Okay. Ja? Nou, je wil me iets geven. Ja, dit is een kinderdisco. En alvast wat te spelen. Dankjewel. Ik ben zo weer weg hoor. Ik wilde alleen even vragen of jij het nog met Charlie over de hypnotherapie hebt gehad. Oh, dan kom je daar speciaal voor langs. En ik heb iets voor jou meegenomen. Kijk eens. Alsjeblieft. Dank je. Goed, je hebt het dus nog niet met erover gehad. Vraag 2, waarom niet? Nou, het goede moment heeft ze nog niet voorgedaan. Nou, dat is ook een fijne smoes. Luister nou even. Er hebben zich hier allemaal drama's afgespeeld. Ze vindt het vreselijk dat Jeff weg is. Het is uit geweest met Nick eventjes. Ik ga er nou echt niet aan de kop zeuren over therapie. Maar waarom niet? Laat maar. Dat soort dingen begrijp je toch niet. Gevoelens van anderen. Nou ja, zeg. Doe even normaal. Je moet zo'n therapie ook niet als iets akeligs presenteren, maar als iets om haar mee te helpen. Precies, wanneer ben jij therapietype? Ik ben helemaal geen therapietype. Nou dan? Nou dan? Ik ben slim genoeg om te weten dat mijn mening er absoluut niet toe doet. Als we Charlie ermee kunnen helpen... Oh, heb je er nou alweer over mij? Ja. Kijk eens, ik heb iets voor je. Ik wil het eerst aan je moeder laten zien, maar ik dacht ik kan het beter meteen aan jou geven. Hypnotherapie? Ja. Wil je dat mama dat gaat doen? Nee, jij. Oh, maar waarom spreek ik dan met haar? Omdat? Nou, omdat ik graag wil dat zij het daarmee eens is. Wat een onzin allemaal, zeg. Ik moet het toch doen, of niet dan? Ja, maar ik ben nog steeds je moeder, dus... hoe kom je aan die informatie, eigenlijk? Nou, van die neuroloog, die vertelde dat toch? En ik heb dat toen opgezocht. Zijn jullie samen naar Welsje geweest? Dat had je toch verteld? Jeetje, zeg. De enige die je therapie nodig hebben, dat zijn jullie. Ja, mijn complimenten vooral. Dat heb je heel goed aangepakt. Ik kan me niet zoveel schelen voor wie je doet, als je het maar doet. Oh. Robin, rustig maar even. Hey. Ja, als ik geweten had dat jij terug was, dan had jij dit wel even kunnen doen. En waar hebben wij het dan over? Nou, de koppeling zit vast van dat fust. Ja, en Benjamin is weg. Ik kan die invaller niet bereiken. En ondertussen moet ik eigenlijk naar Hapworks om daar nog wat dingetjes te doen. En naar de gynaecoloog. Maar ik zit hier vast. Dat is lekker. Waar is Benjamin dan? Ik begin er nu toch echt heel erg ongerust te maken, hoor. Hij heeft Robin ook nog niet gebeld. U moet zich niet zo druk maken, meneer Harmsen. Voor u het weet staat hij hier gewoon weer met een enorme kater achter de bar. Ik ga. Ja. Fijn vriend ben jij. Hoe kom jij hier opeens? Ik ben er gewoon weer. Ja, daar ben ik. Ja. Waar is Benjamin eigenlijk? Hij kan toch niet zomaar verdwenen zijn? Jawel! Ach, wel nee. Nou, ik ga nu naar de politie en ik ga aangifte doen. Nou, meneer... Benjamin die is gewoon de hele tijd aan het zuipen. Die maakt er een beetje een potje van. Meneer Armstrong doet meteen zo paniekerig. Sorry. Ja. Nou, denk je dat ik hier voor mijn lol sta? Morgen, oké? Okay? Tine denkt ook dat ik min 2 kan splitsen. Ik ben trouwens tussendoor nog even op kantoor geweest en ik heb in de computer gekeken, maar er is echt niets waaruit blijkt dat zij de eigenaar is. Nee, dat lijkt me nogal logisch.
Ze zal natuurlijk niet een mapje met eigenaar in de computer zetten. We werken heel nauw samen en ik weet echt wel waar ik moet kijken. Nou, je wist anders ook niet dat ze achter die diefstal zat, lieverd. Ja, wat wil je nou dat ik doe? Ik wil dat je ontslag neemt. Je moet zo snel mogelijk weg bij dat mens. Maar het is niet zo dat hij met haar naar bed is geweest of zo. Toch? Nee, nog niet. Het zal vast niet lang meer duren. Zoenen kan hij met mij ook, maar dat is niet genoeg. Lieverd, hij is zo dol op je. Het is ook niet heel gek, hoor, dat hij meer wil. Nee. Ik ben gek omdat ik niet wil. Ja, nou, begrijp je me expres verkeerd? Nee, ik kan me juist ontzettend goed voorstellen dat je er nog niet aan toe bent. Oh ja? Ja, de eerste ervaring was natuurlijk nou niet bepaald. Vroeg me af wanneer iemand weer over niks zou beginnen. Volgens mij ben ik gewoon de enige die het niet over hem heeft. Nou, misschien is dat ook wel niet zo verstandig, hoor. Ik ben zo spuugzat van hem. Alsof iedereen hier nog geen seks... Even daar zitten. Zij mogen overdag toch geen tv kijken? Nee, dat weet ik, maar ik wil gewoon even met je praten nu. Ja, daar kan ik ook niet van je verwachten dat je het begrijpt. Jij voedt je kinderen nou eenmaal heel anders op. Oh? Nou, en dat is niet erg, maar om te beginnen geloven jullie nergens in. Nou, wel. We geloven in vrijheid. Vrijheid om je eigen keuzes te maken. Zoals woedend? Ja, begrijpelijk. Maar jij vindt dat onredelijk? Ik heb haar gezegd dat ik haar alle tijd zou geven. Dat ik zou wachten totdat zij eraan toe is. Ondertussen pak je dan een of ander kiek. Jongen, je klinkt als een vrouw. Ik bedoel, je had er van alles kunnen beloven. Maar als jij dat deed met het idee dat je dan misschien wel sneller met haar bed zou kunnen... Soms ben jij zo'n botte klootzak, weet je dat? Klinkt alsof ik gelijk heb. Ze heeft gewoon nog wat tijd nodig om eroverheen te komen. Ja, en jij denkt dat ze daarna wel met je naar bed wil. Ja. Milan, Jos is gelovig. Ja, zo wat? Wat heeft dat ermee te maken? Heb je nog nooit in de Bijbel gelezen? Nee. Waarom zou ik? Nou, volgens mij staat er iets in van dat seks voor het huwelijk niet echt kan of mag. Wat is dat voor bullshit? Ja, hallo. Maar Jos... Zo, ik heb me naar het expositiezaaltje gebracht. Mag je zelf bedenken waar je zijn schilderijtjes moet ophangen? Kunnen we wel alleen laten. Ja. Oh, neem maar, gaan we even daar zitten. Nou, ik wil eerst weten waarom jij hier als een dolle stier binnen kan rijden. Ja, ik ben naar die Oberon ver. Ja, ik heb nog even overwogen om via de achterdeur te vluchten, hoor. Zeg, ik ben toch niet boos op jou? Valerie en mijn moeder willen me naar zo'n geitenwolle sokkentype sturen. Voor hypnotherapie. Je kunt iemand onder hypnose toch allerlei dingen laten doen. Oh ja? Wat dan? Hoi. Zeg, heb jij een of andere kerel achter in die zaal gelaten? Ja. Is daar iets mis mee? Nou, daar is behoorlijk wat mis mee, want die man is alles aan het verplaatsen. En ik heb het net klaargemaakt voor de veiling. Oké, ik kom wel even naar hem toe. Hey. Hey. En haar neem ik even mee voordat hij rare dingen met haar gaat doen. Hm? Voodoo of zo? Nou, ik kom eens even kijken hoe je nieuwe vrijgezellenleventje je bevalt. Oh, en ik heb even helemaal geen zin om het daarover te hebben. Ja, niet. Ben je het doen? Ik ben een cake aan het maken. Oh, is het een beetje te vroeg? Nou, nee hoor, want ik was niet van plan om hem ook in de oven te zetten. Het ging mij alleen maar om het beslag. Lekker. Heel therapeutisch. Ja. En als het niet werkt, dan... Ga je maar in hypnotherapie? Dat is voor Charlie, maar die wil niet. Waarom niet? Omdat zij denkt dat het niks oplevert, kan me er ook wel iets bij voorstellen, hoor. Al die onderzoeken, weer revalideren. En ze zit nog steeds in de rolstoel. Nou, reden te meer om het een keer anders aan te pakken, lijkt me. Ja, je weet hoe het gaat. Therapieën werken alleen maar als iemand zelf wil. En de tijd dat ik haar op kon pakken en precies kon vertellen wat ze moest doen, is natuurlijk voorbij, helaas. Ja, helaas wel, ja. Wat bedoel je nou? Ja, ik vind je zo... Als het om Nina zou gaan, ik zou er desnoods aan haar haren naar een therapeut slepen. Maar dan werkt het niet, dat zeg ik net. Maar wat werkt dan wel? Oké. Zeg het maar, ik ben een rotmoeder. Dat zeg ik toch helemaal niet? Nee, maar nee. Je bedoelt het wel. En... Niet. Je hebt nog gelijk ook. Ergens ben ik gewoon blij dat ze niet wil. Ik ben doodsbang. Straks heeft ze Valerie wel gehoord en...
zij moet naar therapie. Ja. We moeten weten wat haar trauma is. Ik ben alleen bang dat ik het al weet. Invallen. Ben je nou naar Hardworks gegaan om je ontslag in te dienen? Alleen omdat jij dat zegt. Jij wil het gewoon niet begrijpen, hè? Ik zal het je nog één keer uitleggen. A en B zijn vriendjes. C is gemeen tegen A. Wat doet B dan? Luister, als jij niet normaal kan praten, praten we gewoon helemaal niet. Oké, ik zal het anders zeggen. Martine heeft mij het leven bijzonder zuur gemaakt. Door haar heb ik een aantal weken in die achterlijke kelder gezeten. En jij blijft gewoon bij de werken. Als ik ook maar één seconde zou denken dat zij er echt de eigenaar was, dan was ik daar lang weg geweest. Maar ik ga niet mijn goed betaalde baan opzeggen vanwege een of ander hersenspinsel van jou. Nou, het is wel even wat meer dan dat. Jij leidt aan hersenspinsels, namelijk dat ze een open boek zou zijn voor je. Je was er toch ook niet achter gekomen dat ze achter die diefstal zat? Luister, zij zegt dat ze gewoon die aandelen heeft gekocht. Ja, zegt ze! Oké. Dan is ze de eigenaar. Dan kan ik daar nog beter werken, want dan kan ik het tenminste in de gaten houden. Nee, ik ben bij haar geweest. Ik heb haar verteld dat ik van alles op de hoogte ben. En ze is bij jou alleen nog maar extra op de hoede. Weet je wie hier op zijn hoede zou moeten zijn? Jij. Want je staart je blind op Martine terwijl je eigenlijk met andere mensen bezig zou moeten zijn. Alsjeblieft, wat krijg je nog van me? Dat is van gisteravond nog. Oh ja. Dus, een spreeuw is geen bus. Nou, zullen we dan Martine maar tot een verboden gespreksonderwerp maken? Wie? Van mijn geliefde ben ik. Door mij gaat zijn begeerte uit. Kom, mijn geliefde. Laten wij uitgaan naar de velden. Laten wij vernachten tussen de hennabloemen. Van mijn geliefde ben ik. Door mij gaat zijn begeerte uit. Wil je dan eerst met mij een computerspelletje doen? Alsjeblieft, mag het nog? Nou, we gaan eerst even naar Stefano, ja? Nou, en als je moeder nou Stefano haalt en wij gaan ondertussen even een spelletje doen, je kan echt hele leuke prijzen mee winnen, hoor. Nee, schat, echt, we moeten eerst even naar Stefano, we komen toch zo terug en dan mag je op de computer spelen, ja? Cadeautje voor jou. Moet ik naar met Dennis? Ja, zeg. Ik ken een heleboel vrouwen die een stuk enthousiaster zouden reageren. Maar goed. Dennis komt jou helpen. Hij komt jou aflossen, zodat jij straks weg kan en met mij sushi kan gaan eten. En hij heeft beloofd dat hij de rest van de dagen ook gaat invallen. Ja, maar dan wel zonder dit achterlijke ding boven. Precies. Kom maar uitpakken. Kom maar. Schatje ook. Ah, ik moet wel zeggen, het stond je wel heel goed, ja, hoor, Katrien Duk. Dames en heren, een rondje voor de hele zaak. Hey! En waar heb ik dit allemaal aan verdiend? En het feit dat jij het al een hele tijd uithoudt met een soms klein beetje vervelende, drammerige surpiet. Wat? Geloof je nou niet meer dat Piep de eigenaar is? Nee. Ik vind dat ik mijn vriendinnetje iets meer moet vertrouwen. En misschien ook iets meer de eigen gang moet laten gaan. Ben je nog boos?
Nee, niet echt, geloof ik. Ik begrijp je wel. Je hebt behoefte aan iets wat ik je niet kan geven. En dat is het dus niet. Toen jij zo kwaad werd over dat hele Nick-gedoe... Ik probeerde alles goed te doen, maar jij zag dat niet. Ik kreeg medelijden met mezelf. En toen kwam ik Julie tegen. Heb je haar liever dan mij? Natuurlijk niet. Ik had meer het idee dat ze mij graag wilde. Vleiend. Zij wil wel met je naar bed. En ik voelde het ook. Maar niet nu. Ik bedoel, als ik het met iemand heel graag wilde, ben jij het. Maar ik geloof nou iemand dat ik daar nog mee moet wachten. Omdat de Bijbel dat zegt. De Bijbel zegt dat niet. Ik heb er een beetje weinig verstand van, hoor, maar... Iemand zei me dat dat niet mocht. Nee, je kunt een heleboel dingen uit de Bijbel op je eigen manier opvatten. Wat is dan het probleem? Er is geen probleem. Ik heb gewoon mijn principes en één daarvan is dat ik nog moet wil wachten. En als je dat niet kan, dan begrijp ik dat. Dus? Dus, wat wordt het? Wat wil je? Ik wil jou. Ook als ik daar heel lang op moet wachten. Weet je het zeker? Maar dan wil ik wel heel graag weten wat ik in de tussentijd dan precies wel mag doen. Alsjeblieft. Ja, dank je. Hi, heb jij even voor mij? Waarvoor? Nou, ik wil het nog even met je over die zalen hebben achter. Zullen we even ergens anders gaan zitten? Dat is toch al helemaal rond? Ik vroeg me af of je nog iets nodig had, extra licht of zo. Zaaltje. Betekent Charlie, neem ik aan? Heel goed. Als je nou ook nog weet wat ik over Charlie wil bespreken, krijg je bonuspunten. Dat ik ook al naar de kop moet gaan zeuren over die therapie? Alweer goed. Al zou ik het persoonlijk iets anders willen formuleren. Hoe je het ook formuleert, ik doe het niet. En waarom niet? Omdat Charlie een grote meid is die heel goed zelf kan bepalen wat ze doet. Dus jij denkt niet dat ze niet liever zou willen lopen? Dat weet ik wel zeker. Nou dan? Maar of, en vooral hoe, dat ze dat uiteindelijk gaat doen, is helemaal haar zaak. Hou jij eigenlijk wel echt van Charlie? Ik geloof dat ik toch liever over zaaltjes praat met jou. Als hij ze zeg heeft, dan moeten ze het lekker aan jou doen. Je hebt ons vanmorgen duidelijk genoeg gemaakt dat je niet wil dat wij iets achter je rug om doen. Ja. Hoe staat Nick er eigenlijk tegenover? Waar tegenover? Die takkentherapie. Oh, interesseert me helemaal niks. Nick vindt mij net zo leuk in een rolstoel als dat ik weer zou lopen. Ja, dat geldt voor ons allemaal. Maar niemand zit toch liever in een rolstoel? Nee. En niemand gaat liever scheiden, maar sommige dingen gebeuren nu eenmaal. Liefje, als ze... Echt, ik zou er alles voor over hebben. Ik zou er alles voor doen als er maar de kleinste kans was dat je even bij me terug zou komen. Ja, maar je weet dat het geen zin heeft. Dan zou je er mee opgerijden door met je leven en probeer je er wat van te maken. Liefje, ik wil niet dat jij later denkt, had ik het maar geprobeerd. Mam, ik word echt gek van je. Je moet echt ophouden nu. Hoe zou jij het vinden als ik de hele dag aan je hoofd loop te zeuren dat je met Jeff moet gaan praten? Dat je misschien je haar anders moet doen of je kleding moet veranderen of... Dat is toch irritant? Als jij echt zou denken dat het zou kunnen helpen, dan zou ik dat doen. Dan nog zou ik het je niet vragen. Nou, geef me rolstoel. Ja, dan moet je er maar te doen vragen. Dat zou niet uitmaken. Ze denkt wel dat het met haar geloof te maken heeft, maar dat is natuurlijk dikke onzin. Daar gaan we weer. Waarom praat jij überhaupt nog met mensen? Ja, het maakt niet uit wat iemand tegen jou zegt, want jij weet het toch weer weten. Moet je horen wie het zegt. In dit geval wel, ja. Heeft een van jullie nog iets van Benjamin gehoord? Nee, want anders stond ik hier niet. Die politie wil niks doen, zeg. Dat is toch een schande? Ik ben gisteren aangehouden omdat mijn achterlicht... Ik wil graag een cappuccino.
Hey, Isabella. Ja, hallo. Komt eraan. Moet je, ik dacht dat je eens kamer moest zijn. Nou, meneer Harmsen, dan blijf ik de hele dag aan het werk. Ben je hier alleen? Ja. Nou, kom ik even een zetterpijtje zetten. Mag ik een borreltje? Oké. Wat is dat? 0,5 gram per 10 kilogram lichaamsgewicht. 10 jaar is gelijk aan 35 kilo. Ik ben op dieet. 6 keer 7. 42. Goed zo. Hé, hey, in de tafel van 8 moet je die ook doen. Weet ik niet. Kijk even in het schriftje. Is er iemand jarig vandaag? Nee. Wat een ding, hè? Niet te geloven. Nou, even kijken. Zo, we komen even wat rust te zeggen. Die is wel lekker natuurlijk. Hé, hey, die is voor mij. Hij zat in mijn tas. Ga alsjeblieft verder. Oké. Wat ben jij toch een lieve zus voor je kleine broertje. Schat, gaan we lekker opzabbelen. Dan gaan we zo meteen voorlezen. En dan poetsen we daarna je tandjes wel. Ja, dat gaat het. En wat hebben jullie gegeten? Taart, ijs en 's avonds een kindermenu van patat en appelmoes. Dat is nogal wat. Ja. En had Lucas hetzelfde? Ja. Schat, je weet dat je nooit snoep mag aannemen van vreemden. Ja. Goed, maar dat heb je niet gedaan gisteren? Nee. Maar hier zat gisteren wel een lolly in. En heb je die opgegeven? Nee, maar Lucas wel.